moeizame onderhandelingen vanaf mei, waar we toch gisteren blij dat wij dus zaken hebben getild vanaf mei, waar een aanbod was gedaan van 7% per 1 juli ja. naar 15% per 1 juli. Okay. Totaal wordt dat 20%. Mm-hmm. 15% per 1 juli en 5% per 1 januari. Wat is er verder nog afgesproken? Nou, dus wat ook een heel hekel punt was, de incorporatie van de 3500 SRD zouden wij ook per 1 juli willen hebben. Maar vanwege de beperkingen met IMF is de regering niet in staat het dit jaar te doen. U moet zich vergewissen dat een incorporeren enorm veel geld kost. Ik ga u een voorbeeld geven, wat mensen dat meestal niet begrijpen. Wanneer je gaat incorporeren, moet je dus de componenten belasting, AOV, SZF premium, pensioen, premie bijtellen. Als we bijvoorbeeld het salaris nemen van de directeur van een departement, dan zou je dus bijna, het is een berekening die je dan maakt, als je dus al die componenten telt, belasting 38%, SZF-premie 4%, AOV-premie 4%, pensioenpremie 10%, kom je op 56%. Dat wil zeggen dat dus die 3500 SRD 44% is. Yeah. En wanneer je dus dat dan naar 100% brengt, dan zou dus een directeur een loonsverhoging van 7.500 moeten krijgen om 3.500 netto te krijgen. Dus u ziet van hoeveel geld het kost om dus de incorporatie te plegen. Laat me zo zeggen dat het aanbod was januari, zou men een deel incorporeren. Maart zou men een deel incorporeren, eerste instantie, en in augustus zou men een ander deel incorporeren. We hadden daartegen geprotesteerd. Toen is men gegaan naar januari, maart, april. En we waren toch wel blij om te vernemen gisteren dat de regering toch besloten heeft, na calculaties, dat de incorporatie op één moment zal gebeuren, namelijk op 1 januari. Daar zijn we toch wel blij om. Die oude 50%, daar heb ik begrepen, is er ook een overeenstemming over bereikt? Laat me praten over de overeenkomst die is aangegaan onder de vorige regering. Daarin was aangegeven dat vooruitlopend op dus de uitbetaling van die 50% loonsverhoging, dat er dus nog 3 maanden TWK voortgezet zullen worden van de TWK van juni 2020. Dus de mensen die hebben gewerkt in juli, augustus en september 2020 krijgen dan een voortzetting van die TWK die in juni beëindigd was. Ja. En we zijn overeengekomen. Dat was niet gisteravond hoor, dat was op 6 augustus hebben we met het onderhandelingsorgaan een overeenstemming gehad. Alleen moest het nog bekrachtigd worden door de president en dat is dus gisteravond gebeurd. En we hebben afgesproken dat dus die uitbetaling dus van die 3 maanden TWK voor de bureauambtenaren is dat. Dus voor de mensen die nog in FISO zitten, ja. Wie uit FISO is, die heeft geen recht op deze TWK. Dat wordt dus uitbetaald in oktober, november en februari.